Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Eventjes net als altijd alles weer klaarzetten. Wachten totdat jullie mij gevonden hebben. En dan gaan we zo meteen van start. Ik zie dat de eerste kijkers alweer binnenkomen. Gezellig, superleuk. Even kijken. Dat is dat. Delen. Delen op de pagina. En ik zie mijzelf. Dat is ook heel erg fijn. Volgens mij heb ik alles weer klaarstaan. Nou, vanmiddag hebben we weer een vol programma. Want er is gewoon heel veel nieuws. Voornamelijk heb ik producten van Studio Light. Dat we even een keer een Studio Light uitzending hebben. Want daar was heel veel van binnengekomen wat ik wil laten zien. En er zijn een paar andere dingetjes die ik ook nog wil even laten zien. Daarnaast hebben wij, zoals jullie misschien in de nieuwsbrief al hebben gelezen, morgen een extra online demo dag. Deze keer hebben wij 3 lives. Morgenochtend ben ik er om 10:30. Dan is morgenmiddag om 4:30 Alice Brinks live. En morgenavond om 7:30 is Jeanette Blauw live. En morgen hebben wij ook nog een actie in de webwinkel. En wat dat is, ja, dat horen jullie morgenochtend. Of dat zien jullie in de nieuwsbrief. Whatever, ik weet nog niet hoe en wat en hoe laat. Maar jullie gaan het in ieder geval morgen de actie horen. Omdat wij dus niet naar de Creadoe kunnen. En er zijn zoveel mensen die niet naar de Creadoe kunnen. En daarom hebben wij gewoon deze week wat extra acties. Donderdag hebben wij weer een andere actie. Vrijdag weer een andere dag actie. Zaterdag en zondag ook nog weer een actie. En zaterdag hebben wij ook weer een online demo dag met 4 lives. Dus deze week is het weer van alles te doen. Waar ik mee ga beginnen. Nou, het nieuwe kleurboek van Coloriage Wald van Emanuele Colin is bij ons binnen. En hij is weer gaaf. Het is dat ik vanavond helemaal geen tijd heb, maar anders zou ik er gelijk in gaan beginnen. Er zitten altijd 14 verschillende kleurplaten in. Het is op aquarelpapier. Het boek is, even kijken, ja, de platen zijn ongeveer 20 bij 20 centimeter. Kijk, dit is toch gewoon gaaf. Dit is een soort aquarelpapier waar het op geprint is. Dus je kan het ook gewoon met je zichtmarkers, met je de lightmarkers van bijvoorbeeld Janine's Mindful Art collectie met waterverf. De Derwent potloden, de Inktense, zeg maar. Gewoon kleurpotlood vind ik dit iets minder geschikt. Ik doe dit echt het liefste met iets van aquareltintjes of met de pastelpotlood. De pastels van Jane Davenport. Nou, jullie zien wel, alles komt alweer terug. Dus er zitten 14 verschillende platen in. Ik vind ze echt super gaaf. Dit boek is dus 15,95, sorry. En hij komt vanmiddag. Hij is vanmiddag bij ons binnengekomen. Dus die wilde ik eventjes laten zien. De zicht, dat is een. De zichtmarker, dat is een marker op waterbasis. En dat is echt een super gaaf kleurmedium. Heel intens van kleur. Ook heel makkelijk te verwerken. Dus die, ja, daar horen jullie binnenkort nog meer over. Want daar gaan we binnenkort ook een live demo dag mee doen. Wat er ook nieuw binnen is. Misschien kennen jullie die opbergsystemen wel, die handige hoesjes. Nou, ik zag dat die hoesjes dus ook verkrijgbaar zijn op slimline formaat. Ze staan nog niet in de webwinkel. Ga ik vanavond nog eventjes doen. Maar die gaan we dus ook per 10 stuks verkopen. We hebben helaas nog geen magneetvellen op dat formaat. Misschien dat dat TZT nog wel gaat komen. Maar ik wilde in ieder geval de hoesjes alvast hebben. Ik vond dat zo handig. Ook als ik bijvoorbeeld een keer een slimline kaart heb voorbereid. Kan ik daar mooi alles in stoppen. Ideaal. Dus dat is
Dat. Nou, morgenochtend ga ik dus live met de nieuwe Whispers of Winter collectie van Amy Design. Nu had ik toevallig, omdat ik het alvast moest voorbereiden en deze collectie pas vandaag uitkwam, had ik alvast een pakketje opgestuurd gekregen. Alleen kwam ik er nu net, tot mijn grote schrik achter, dat ik dus een ander paperpad heb gekregen. Dus het kaartje wat ik voor morgen heb voorbereid, heeft ander designpapier dan dit. Ook super gaaf designpapier, maar ik heb helaas geen tijd om mijn kaart nog weer in ander papier voor te gaan bereiden. Dus morgenochtend heb ik dus een kaartje met ander designpapier. Ik moet nog even uit gaan vogelen welke dat is. Oh, inderdaad Marion, dat is een goed idee. Magneetvellen in 3 stukken snijden. Van A4 formaat. Dat is een heel slim idee. En die A4 magneetvellen, die hebben wij natuurlijk ook gewoon op voorraad. Maar morgen, dit hoort dus bij het paperpadje. Maar ik ga dus morgen met ander designpapier aan de slag. En zoals gezegd, ik ga nog uitvogelen welk papier ik dus gekregen heb. Bij die collectie zitten ook hele mooie knipplaten. Dus morgen ga ik een keer een ouderwets 3D-kaartje maken. Ik heb deze geplakt. Ik ga ook gewoon met de 3D-kit morgen werken. Deze heb ik ook al geknipt voor het geval ik een tweede kaart erbij kan maken. Maar daar zou ik geen rekening mee houden. Nou, deze die zit hier nog achter geplakt. Dat is ook een nieuw knipvel wat binnen is gekomen. Staat ook bij de nieuwe. Dat papier hoort bij een andere collectie, zegt Joyce Jansen. Ja, ik weet alleen niet bij welke collectie. Ze hebben dat denk ik verkeerd opgestuurd. Maar ja goed, het is niet anders. Bij deze collectie zit ook weer een Hobby Dots pakketje. Voor de mensen die houden van stickertjes plakken. Ook weer met de mooie 3D plaatjes erbij. Daarbij zit ook een bijpassend setje met stickervellen. Even kijken waar die zijn gebleven. Ik heb ze gezien. Ik heb ze gehad. Maar waar, dat weet ik niet. Dat is dit. Dat is een setje. Daarin zitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setjes Hobby Dots. En 1 setje met Shiny Details. Dus dat zijn alle dotjes die daarbij passen. Nou, de plaatjes zijn voor de liefhebbers ook nog in push-out. Dus hou jij niet van zelf knippen. Je kan ook gaan uitdrukken. Dan is er een heel mooi vel met scenery, dus achtergrondvelletjes. Die is er overigens, dacht ik, ook in het rond. Maar die heb ik hier dus niet. Nou, het allernieuwste hobbyjournaal is weer binnen. Met daarin ook allerlei inspiratie met die nieuwe collectie. Ik wil jullie van deze nieuwe collectie dan ook eventjes een paar voorbeeldjes laten zien. Even kijken, want als het goed is zou er wellicht ook wel een moodboard. Ja, kijk, zie je. Er zit bijvoorbeeld wel een moodboard bij hoe je al die standjes een beetje op kunt gaan bouwen. Dus het is echt weer een hele leuke collectie. Nou, bij het hobbyjournaal krijg je dus ook zo'n scenery vel en zo'n strikjes stansje. En ik kan jullie al wel vertellen dat ik deze morgen ook ga gebruiken. En deze mal is dus niet los verkrijgbaar, maar alleen bij ons op of alleen zo als een setje. Nee, wij staan niet op beurzen. Dus vandaar dat wij daarom ook morgen en de rest van de week die online demo dagen hebben. Bij deze collectie zijn ook weer 2 stempeltjes uitgekomen. Nou, dit is nog weer het stansmalletje. Een hele leuke van een winterse achtergrond. Leuke hertjes op een boek met boompjes erbij. De ijskristalletjes, de snowflakes gaan ook morgen op mijn kaart tevoorschijn komen. Dan hebben we 3 hele mooie basismallen weer. En ik vond ze super gaaf. Er is een cirkel, een hexagon
en een vierkant frame. En ik ga ze eventjes uitgestand laten zien. Morgen laat ik wat meerdere standjes daarvan zien. Maar ik heb nu even alleen het buitenste frame. En kijk eens hoe gaaf die zijn. Dit is toch gewoon geweldig gaaf. Echt heel mooi gedetailleerd. Dus hier gaan we morgen mee aan de slag. Dan ga ik naar het volgende. Jullie kennen vast nog wel onze cirkelsnijder van Vase Creative. Ik pak hem er eventjes bij. Ik moet eventjes mijn mesje erbij. Jeanette die heeft er al wel meerdere live uitzendingen mee gedaan. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem zelf nog niet zo heel veel gebruikt. Maar de cirkelsnijder was dus in het deze kleur verkrijgbaar. Cirkelsnijder is vanaf nu ook verkrijgbaar in een hele mooie lichtroze kleur. En in een mooie lichtgroene kleur. De cirkelsnijder die kan je snijden cirkels vanaf 2,5 centimeter tot met 15 centimeter. Dus dat is ook weer nieuw bij ons. Dan ga ik nog even naar iets anders. En dat zijn deze pakketten. Afgelopen donderdag heeft Tietz Wolfart weer een 5 euro workshopje gedaan. En die 5 euro workshops die kun je ook altijd gewoon nog op je eigen tijd nakijken. De workshop kost 5 euro. En wij maken er meestal ook een basispakket bij. En zo'n basispakket bestaat dus uit de materialen die je nodig bent voor de workshop. We hadden deze keer twee verschillende. De Soulmates en de Little Bit of Inspiration. Nou, heb jij die hele workshop gemist? Je kan hem nog steeds boeken. En dan word je gewoon toegelaten tot die groep. Nou, daar zit van alles in. Daar zit dus een paperpad in. Daar zit de sluiting in. Het klittenbandje zit erin. De envelopjes zitten erbij. Het kraftkaartstok. Er zitten knipplaten bij. Designpapier, gewoon de basis. Je kan het ook gewoon met je eigen basis doen. Maar dit is gewoon een service van ons. Bestel je overigens dit pakket, die kost 20,50. Dan moet je wel de workshop van 5 euro nog even extra bijbestellen. Want het pakket geeft geen toegang tot de workshop. Nou, jullie zijn natuurlijk wel heel benieuwd wat je dan gaat maken. Nou, onze collega Jolien, die heeft, Tietz had zelf het Soulmates pakket gemaakt. En onze collega Jolien, die heeft de Little Bit of Inspiration gemaakt. Nou, het is een album waar een schutgedeelte bij zit. Het Mika zit ook gewoon bij in het pakket. Het is gewoon echt een leuk, breed album. Nou, er zit een tapjes bij. Er wordt met envelopjes gewerkt, waar dus ook weer van alles achter zit. Flapjes waar weer van alles achter kan. Dus dat wordt, het is zeg maar een enveloppenalbum. Die enveloppen die zitten dus in het pakket als je die gaat bestellen. Nou, ook daar weer flapjes achter. Hier weer extra flapjes achter. Hier nog weer een klein envelopje waar ook nog weer wat ingestopt kan worden. Hier is het envelopje op deze manier geplakt. Er zit ook weer wat achter. Even kijken of dat... Kijk, daar kan je die weer achter steken. En even kijken, hier zit er ook nog weer één achter. Dus voor 5 euro kun je deze beschrijving dus vinden bij de online workshop van afgelopen week. Dit zit weer met een klittenbandje vast. Hier zit ook nog weer wat achter gestoken. En surprise! Hier zit nog een heel leuk laadje waar je dus weer van alles in kan stoppen.
Ook het sluitingje zit bij in het basispakket. Dus in principe als jij dus bijvoorbeeld een basispakket koopt en je boekt een workshop, heb je voor €25 heb je gewoon een leuk pakket in huis wat je gewoon op je eigen tijd nog kan maken. Dus de workshop is al geweest, maar je kan hem nog steeds boeken mocht jij hem gemist hebben. Nou, dan gaan we over naar Studio Light. En ja, daar is heel veel van binnen. Dus kijk en huiver. Het eerste, de mixed paper pads. Er zijn weer twee nieuwe mixed paper pads uitgekomen. Mixed paper pads zijn op A5 formaat, 42 vel, 3x8 verschillende patronen. Er zitten van die elementen in en er zit vellum in. Nou, vellum met mooie teksten voor de winter. Er zitten van die uitdrukplaatjes bij. En leuke labeltjes wat je overal bij kan doen. Nou, deze plaatjes moet je even uitknippen. Maar ja goed, we moeten ook niet verleren dat we moeten knippen. Dus af en toe gewoon ook even de schaar en niet alleen maar stanswerk. Hij heeft echt hele mooie kleuren, mooie designs, mooi rustig papier. Dus dit is de Mixed Paper Pad, de MPP18. En ze zijn €7,95. En dit is een beetje vintage-achtig. Ook weer met vellum erbij, 3 velletjes vellum. Van die leuke elementjes om erbij te plakken, labeltjes erbij. Nou, plaatjes om uit te knippen. Dus echt mooi in het roze vintage. Mooi scrappapier erbij. Mooi muziek of een krantachtergrond. Dus dit is een hele mooie voor een beetje vintage-achtige kaarten. Dan hebben wij diegene die de live van Suzanne gisteravond hebben gekeken, die hebben ze al gezien. Hele mooie nieuwe stempels. Ja, gewoon de Essential collectie. Dit zijn stempels, hele mooie achtergronden voor het formaat van 14 bij 14 centimeter. En daarbij hele mooie bloemenstempels. Het zijn echt weer prachtige stempels. Ook voor het leren inkleuren zijn ze weer heel geschikt. Nou, ik ga er eventjes mijn catalogus bij pakken. Want daarin staan ook wat voorbeeldjes wellicht. Kijk, je kan er ook deze creaties mee maken. Dus ook voor bijvoorbeeld als je deze helemaal een beetje ton-sur-ton inkleurt. Ook voor bijvoorbeeld condoleance kaarten zeer geschikt. Dus dat zijn de nieuwe Essentials Clear Stamps. Dan, even kijken. Nou ja, jullie hebben ze al voorbij zien komen. Nou, wij zien ze voorbij vliegen, want ze vliegen ook de winkel uit. De nieuwe inktjes. Afgelopen zaterdag ben ik daar natuurlijk al live mee gegaan. Dus wil je over die inkten veel meer weten, kijk dan even die live terug. Die setjes zijn €5,95. Er zijn 6 verschillende setjes verkrijgbaar. In totaal zijn er dus 30 kleuren inkt. Het is inkt op waterbasis, zeer geschikt voor stempelen en blenden. Ik heb afgelopen zaterdag allerlei techniekjes ermee laten zien. Dus kijk die live gewoon eventjes terug. Het was best wel een leuke en leerzame speelmorgen. Het zijn ook gewoon leuke, vrolijke kleurtjes. In onze groep staat ook kleurenwaaier om te downloaden, zeg maar. Dan kun je zelf alle kleurtjes daarop maken. Daar heb je altijd een naslagwerk. Dan heeft Studio Light ook een nieuwe tool tray uitgebracht voor jouw blending brushes.
Nou, ook die had ik al laten zien. Maar even in deze showtime ook nog. Het is dus een hele mooie, handige blending brush. Of tool tray waar je alles weer netjes in op kan bergen. Daar zijn we ook wel weer heel erg blij mee. Dan gaan we naar het volgende. Er zijn namelijk ook, en daar ben ik ook wel, ja, ik ben overal blij mee. Gelukkig maar. Van Studio Light zijn er 3 nieuwe basismallen uitgekomen. En dat zijn basismallen om gewoon basic kaarten te maken. Dus dit is bijvoorbeeld een stansmal voor een kaart van 13,5 bij 13,5. Daarbij zitten nog weer stansjes voor de oplegvelletjes. En hele mooie stansjes met een stippellijntje erbij. En die passen allemaal weer op elkaar. Dus je kan er ook bijvoorbeeld shaker cards weer van gaan maken. Vellum cards. Je kunt ze dus allemaal, ja, je kunt het hier wel zien, in laagjes op gaan bouwen. Dus dat is de nieuwe kaart voor 13,5 bij 13,5. Dan hebben ze die ook op een A5 kaart. Dus ook gewoon een rechthoek voor A5 van 14,8 bij 21 centimeter. En hij is er op mini slimline formaat. Dus voor een leuke mini slimline kaart van 14,8 bij 5,3 centimeter. Nou, dat is toch gewoon leuk. Dus dat zijn de 3 basisvormen. Dan hebben ze ook nog 4 hele leuke kleine mini labels uitgebracht. En dat zijn deze. 4 verschillende modelletjes. Ook leuk om je teksten op te doen. Leuk om shaker gedeeltes van te gaan maken. Ja, ook weer allerlei ideetjes kun je ermee bedenken. Ik ga eens even kijken of ik die... Nee, dus, ja, er staan wel wat voorbeelden. Hier bijvoorbeeld in combinatie met die mixed vellum paper pads. Je kan hier zien dat leuke ticket is hier gebruikt. Hier is dat framepje gebruikt. Dus dit zijn echt leuke modelletjes. Dit is bijvoorbeeld 6 centimeter bij 9 centimeter de grootste. Ja, ze zijn allemaal rond de 6 bij 9 centimeter. De grootste malletjes. Dus dan hebben jullie een beetje een idee... Wat de afmeting is. Nou, waar ik ook heel erg blij mee ben. Oh, ik begin in de herhaling te vallen. Ik zal bij de volgende keer zal ik wat anders proberen te zeggen. Maar Studio Light heeft de welbekende paper pads met de unikleurtjes nu ook op A4 formaat. En dat is 18 kleurtjes. Alles zit er 2 keer in. En dit is de Winterforest. Hele mooie kleur voor onze winterkaarten. Kijk eens. Hele mooie blauw en een soort oker. Echt prachtige kleuren. Een beetje grijsblauw. Echt mooie winterse kleurtjes. Nou, dit zijn voor mij echt must-haves. En ik ben ook wel blij dat het op A4 formaat is. Want ja, sommige mallen van bijvoorbeeld Dutch Doobadoo of de Slimline mallen, die passen niet uit de andere paperpads. En dan is dit gewoon ideaal. Nou, de Shades of Love. Ook prachtige kleuren. Mooi roze, een beetje koraalroze. Allerlei tintjes. Ik neem ondertussen een slokje thee. Mooi paars erbij. Een beetje richting huidskleur. Een hele lichtroze erbij. En wit. Dat is de Shades of Love. Dan hebben we de Sweet Peach. Hele mooie zomerse kleurtjes. Tenminste, ik vind het een beetje... Richting het zon de zomer weer gaan. Pastel. In ieder geval wel hele mooie bruikbare kleuren.
Dat is die. En dan hebben we de Vintage Florals. Hele... Oh, dit is een gave kleur. Oh, die had ik nog niet gezien. Hierin zitten ook toffe kleuren. Ik had deze nog niet bekeken. Maar... Dat is... Hij is wel heel erg mooi. Nou, dit zijn de Vintage Florals kleuren. Dus de nieuwe paper pads van Studio Light. Nou, we gaan gewoon verder met Studio Light, want we zijn er nog niet. Ik heb nog veel meer in mijn mandje zitten. Even kijken, dat is dat. Ja. Nou, het volgende. We gaan door naar Creative Craft Lab. Als het goed is, heeft Corine afgelopen zaterdag ook al wat een en ander hiervan laten zien. Maar ik wil het uiteraard ook nog eventjes laten zien. Creative Craft Lab. Nou, hele leuke papiertjes. Dit zijn papiertjes op het formaat van 15 bij 7,5. Dus lekker klein. En dat is weer ideaal voor de mini slimline. En uiteraard ook voor het uitstansen van Beertje Ted en dat soort dingen. Kijk, ook hele mooie kerstkleuren zitten hierin. Het zijn wel hele mooie kleuren. Ook om de boompjes uit te stansen van de nieuwe collectie. Dus dat is dat papier. Dan, even kijken. Waar gaan we mee beginnen? Nou, we hebben een hele mooie nieuwe kerstboom. De trees, die had Corine ook afgelopen week gebruikt. Dit is ook een stansmal om ook een kerstboom op te gaan bouwen. Nou, je kunt het hier al wel op het plaatje zien. Dit is dus kerstboom met de lampjes erbij. Die zitten er allemaal bij. De slingen zitten erbij. Dus je kan die zelf op gaan bouwen. Dan hebben we een hele gave auto. Die je dus ook gewoon zelf lekker op kan bouwen. Beertje Ted erin of je zet het rendiertje erin. Dan... hebben wij binnen de essentials van Craft Lab ook een hele mooie A6 kaart. Dit is gewoon de basis van een kaart. Dus deze kan je bijvoorbeeld in wit uitstansen en dan doe je er een mooi oplegkaartje erop. Daarin zitten ook framepjes, zodat je zelf weer shaker gedeeltes erin kunt maken, doorkijkjes kunt maken. Je kunt het als matlaagje gebruiken. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden mee. Kijk, je kan ook zo een leuk doorkijkje ervan gaan maken. Op deze manier een 3D kaartje maken en dan met foamtape gaan werken. Daarin zijn weer heel veel verschillende mogelijkheden. En ik weet zeker dat ze in de groep van Craft Lab ook best wel lives daarmee gaan doen. Dan een hele mooie label. Die label kan je ook weer op verschillende manieren op gaan werken. Ook daarbij weer van die leuke opbouwgedeeltes, shaker gedeeltes van maken. Wat jij maar leuk vindt. In ieder geval zijn er veel opties mee. Als ik meer tijd had, weten jullie, dan had ik het met alle liefde allemaal al uitgestanst en laten zien. Maar dat gaat gewoon niet. Daarvoor komt er te veel uit. Dan hebben we ook hele mooie woorden winter, season en freezing. Dan hebben wij een hele gave. Deze ga ik wel een keer maken. Die vind ik echt super leuk. Dat is een slimline kaart en daar kan je dus een soort shadowbox mee maken. Echt onwijs leuk. Maar ja, komt tijd, komt raad. Maar... dit is in ieder geval het idee, maar je kan er allerlei andere soorten ook nog mee maken. Je kan de huisjes achter doen en de boompjes. Je kan er andere dingen achter doen. Je kan het in allerlei stijlen maken. Maar dit is in ieder geval een pop-up shadowbox op slimline formaat.
Dan hebben wij nog tekststempels met Nederlandse teksten. Winter en kerstgroetjes, gezelligheid, ik smelt voor jou, hallo winter, geniet met elkaar. Dus dat is een setje met teksten. Dan hebben wij, ik ga dit even aan de kant leggen. Ook een kleine Sint-collectie. Die bestaat uit 3 verschillende producten. Dat is een heel leuk paperpad met pietenpost en Sinterklaaspapier. Nou, 4 november hebben wij een speciale online demo dag. Kijk, hier zitten ook de labeltjes bij. Een online demo dag met een Sint-special. En wellicht ga ik die dag aan de slag met deze collectie. Nou, daarbij zit ook de staf en de mijter en de zak en de chocoladelettertjes. En de teksten, pietenpost, niet openen voor 5 december. Pepernoten, vol verwachting klopt ons hart. Ook leuk om hier gewoon zelf je eigen designpapier mee te maken door allerlei teksten te stempelen. Er zijn weer allerlei opties mee. Wat ik 4 november ga doen, weet ik nog niet. Maar in ieder geval iets met die collectie. Dan hebben wij van Creative Craft Lab het nieuwe Friends designpapier. Happy Ho Ho Ho. Dat is mooi kerstpapier in lekkere zoete kleurtjes. Het is dubbelzijdig. Alle velletjes zitten er 3 keer in. Mooie kerstballetjes. Mooi mintgroen erbij. En deze kerstboompjes. Met mooi roze. Dus je kan zelf kiezen welke kleurtjes je gaat pakken. Het is gewoon, ja, kijk toch. Dat is toch gewoon een leuk, vrolijk geheel bij elkaar. Dus dat is het nieuwe papier van Creative Craft Lab. Dan hebben we ook nog de Frankie's Xmas. Ook daarin weer 12 vel dubbelzijdig designpapier. Deze is meer met een beetje paars erbij. Een beetje lila. Dus groen en lila. Roze stipjes erbij. Ook hierbij geldt dus dat het allemaal 3 keer erin zit en dubbelzijdig. Nou, hierin zit dus Frankie als knipvel. Ook aan de achterkant weer designpapier. Er zitten van die leuke kaartjes bij. Daily planner for Christmas, Happy New Year. En aan de achterkant ook designpapier. Dus dat is de nieuwe collectie van onze Frankie. Kijk, die gaan we ook even weer apart leggen. En dan hebben we nog een pakketje. Ja, het houdt niet op. Ik heb echt veel om te laten zien van Studio Light. Daarom dacht ik van laat ik nu maar eens een keer alles van Studio Light laten zien. De Ho 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 Down. En dat is ook weer een leuke collectie. Ook weer alles dubbelzijdig. Ook weer hele mooie tinten. Met daarbij ook hele leuke labeltjes om uit te knippen. Dus dat is ook wel weer ideaal. Er zit ook weer van allerlei leuks in. Mooie winterse dots. Kijk, en je kan zelf je eigen adventskalender maken. Er zit er met 25 in. Er zitten labeltjes bij om uit te knippen. Ook voor bijvoorbeeld een planner is dit een leuke collectie. Dus dat is de Ho 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 Down, geloof ik. Ja.
Dan gaan we nu naar de allerlaatste van Creative Craft Lab. En dan heb ik dat ook allemaal laten zien. Dat is een Essentials DIY blok. En dat is de Santa Stop hier. Dit is dus, je hebt geen schaar nodig. Dus de schaar kunnen we weer opruimen. Nou, wat zit hierin? Nou ja, misschien dat je bij designpapier de schaar nog wel nodig bent. Maar er zit in ieder geval designpapier in. Ook weer in hele mooie, leuke, vrolijke kleurtjes. Met wat rustigere achtergrond. Ook met een beetje bruin erbij. Echt de mooie tintjes. Daarbij zitten van die kaartjes. Ook voor pocket letters kun je deze dus heel goed gebruiken. En voor plannenpagina's, ATC'tjes. Net wat jij zelf leuk vindt. Daarbij zitten deze leuke basiselementen. Die passen weer achter de ovale frame mal van Creative Craft Lab. Er zitten cirkels bij, er zitten labeltjes bij, er zitten tekstjes bij. Nou, een heel leuk treintje zit erbij. Nog meer accessoires. Nou, die kan je ook heel erg leuk gebruiken achter die pop-up. Pop-up shadowbox, zeg maar. Dus deze elementjes kun je allemaal uitdrukken. Dus dat is het nieuwe Essentials blok van de Creative Craft Lab. Nou, dan hebben we Creative Craft Lab nu ook helemaal gehad. Dan gaan we naar het volgende. Ja, waarom laat ik die zien? Dat is niet nodig. Ik kan dit gewoon pakken. Van. We gaan nu over naar Art by Marleen. Jullie hebben het een en ander al wel voorbij zien komen in de live van Alice Brinks. Maar ik wil het nu ook nog eventjes laten zien. Art by Marleen heeft nu ook nieuwe effectlijm. Het is geen lijm, het is verf. Effectlijm uitgebracht. En er zijn 6 verschillende soorten. Ik ga even kijken of ik ze zo per soort. Ik had er overal even 2 van gemaakt. 1 kleuren waar je voor thuis en 1 voor in de winkel. Er is metallic verf. En de metallic verf hebben wij silver plated en gold plated. Nou, dit is de gold. Dat kunnen jullie wel zien. En dit is de zilver. Dus echt mooi dekkende, glimmende goud- en zilververf. Leuk ook voor de kerst. Ze zijn ook allemaal los verkrijgbaar. Dan zijn ze €4,95. Het setje is €7,95. Dan hebben we ook speciaal Glamour Glitter. En dat is dus glitterverf. En dit is dus met een zwarte glitter erin. We hebben met een zilveren glitter. We hebben met een gouden glittertje. Dus er zit gewoon echt hele gave glitters in. En we hebben een diamond. Dus gewoon een transparante glitter. Dus dat zijn de nieuwste glitterverfjes. Zodra er tijd is, ga ik daar ook wel wat mee doen. Maar ja, jullie zien wel wanneer. Ik ga geen beloftes maken, want belofte maakt schuld. Maar jullie hebben in ieder geval gezien hoe gaaf ze zijn. Ik vind ze in ieder geval wel ontzettend leuk. Dan ga ik eerst eventjes naar de Mixed Up collectie van Art by Marleen. Even alles bij elkaar pakken. De Mixed Up collectie. Ik ga beginnen met het designpapier.
is namelijk een paperpad op het formaat van 30,5 bij 30,5 met heel mooi scrappapier. Paperpad kost €9,95 en daarin zitten 12 vel dubbelzijdig designpapier. En ik laat ze even allemaal zien. Aan de achterkant zit uniepapier, dus dat is weer ideaal voor het uitstansen. Hele mooie bloemen. Ik denk inderdaad dat diegene die het op de webwinkel gezet heeft, dat hij de prijs niet helemaal goed heeft gehad, Anneke. Ik ga daar straks eventjes nog naar kijken. Dat was inderdaad, dat heeft ze van die andere setjes overgenomen. Want deze verf is een euro duurder dan de voorgaande verfjes van Marleen. Nou, dit is dus allemaal dubbelzijdig met een unikleurtje aan de achterkant. Er zitten dus allemaal verschillende velletjes in dit scrappapier. Dus mooie paarse. Kijk, dit matcht toch ook ontzettend mooi bij elkaar. Ik vind het wel echt prachtig papier, moet ik zeggen. Ook leuk gewoon als basis voor je pagina al. Als je zelf niet zo handig bent met die achtergrondjes maken. Het is echt heel mooi papier. Ook hiervoor geldt. Komt tijd. Komt raad. Dan heeft Marleen heel erg handig op slimline formaat ook mask stencils uitgebracht. Die zijn €14,95 en elk setje heeft dus drie achtergrondjes. Of drie mask stencils. En die kan je denk ik ook weer met elkaar combineren. Lijkt mij wel dat dat ook nog weer leuk te komen. Daar heb ik eerlijk gezegd niet naar gekeken. Maar het zijn in ieder geval drie verschillende mask stencils per setje. Deze heeft deze toffe achtergronden. En dit setje heeft deze toffe achtergronden ook met teksten. Dus dit zijn drie setjes met ieders drie mask stencils. Dan hebben wij ook mask stencils op het formaat van 20 bij 20. Ook weer hele toffe achtergronden. Hier een hele mooie met vierkantjes. De fun elements. En mooie bloemen. Dat is de floral kwartet. Dus dat zijn de achtergrondjes. Dan hebben wij nog gave achtergrondstempels. Deze is op het formaat van 14 bij 14 centimeter. Een hele toffe bloem, kijk eens. Ook leuk om deze, zei ik €7,95 dames? Ja, nee, dat kan inderdaad niet. Het is €27,95. Dit is de bloemenset. Of bloemenstempel. Ja, omdat ik eigenlijk een beetje te gehaast nu wil doen. Maar ja, goed. Omdat ik eigenlijk niet zo heel lang meer kan zitten. Maar ja, het is gewoon, ik maak het wel eventjes af. Ik heb toch niet zo heel veel meer. We hebben hele mooie bloemen. De Blooming Good. Dat zijn deze bloemen. We hebben een setje met hele mooie paddenstoelen en een mooie vogel. De toetstoel. Dan hebben we een setje voor de herfst met paddenstoelen. Leuk egeltje, herfstbladeren, eikeltjes en een grasrandje. De Autumn Flourish. Een hele mooie met gezichten face-to-face. Nou, daar kan je zelf je eigen gezichten mee gaan stempelen en decoreren. Kan je weer aan gaan kleden, ook met de andere bloemenstempels. En een setje met wat kleinere dames. Same crap, different day. Dus dat zijn de stempels.
Dan even kijken. Hebben wij een heel gaaf deco frame. Dus dat is een stansmal van een framepje wat je kan uitstansen. Je kan hem dus gewoon dicht laten en daar wat op gaan bouwen. Je kan hem met de cirkel open gaan snijden. Dan hou je deze cirkel weer over. Er zit nog een kleinere cirkel bij die je ook weer uit kan gaan stansen. Ook daarbij weer de binnenste cirkel. Dus je kan het op verschillende manieren op gaan bouwen. Dan een heel tof zigzagboekje. Dat is een Inie Mini Journal. Dit is wel een duurdere stans. Maar dat komt omdat er ook heel veel bij die stans bij zit. En ik kan hem jullie wel even laten zien. Dit is de buitenmal. Kan je dichtklappen. Daar kan je heel leuk een mini boekje van maken. En daar kun je allemaal weer mini labeltjes in gaan steken. Nou, overal kan je natuurlijk leuk weer lintjes aan gaan maken. Je kan hem gaan sluiten op de manier wat jij zelf wilt. Je kan er, denk ik, daar wilde ik nog een beetje mee gaan puzzelen. Om te kijken of je hem ook nog, als je hem helemaal als harmonica gaat maken. Of je dan ook nog weer labeltjes ertussen kan gaan steken. Maar dat is even een beetje uitvogelen. Maar het is in ieder geval een onwijs gaaf, leuk boekje voor een mini journal. En kijk eens wat voor allemaal voor extra elementen erbij zitten. Vlaggetjes, een pocket, decoratie elementjes, een oplegvelletje voor de labels. Dus er zit echt heel veel bij. Dan heeft Marleen ook iets heel erg slims uitgedacht. Dat is namelijk een paperpad. En daarin zit een velletje aquarelpapier op slimline formaat. En gelijk een velletje zwart kaartkarton eronder. Nou, die kan je dus op elkaar gaan plakken. En je bent gelijk klaar. Dus ze zitten allemaal zo bij elkaar. Dus een wit velletje om op te leggen. En een zwarte basiskaart. Zitten er in totaal, even kijken, 10 in. 10 basiskaarten en 10 oplegvelletjes. Ik ben er bijna. Want ik heb ook nog hele leuke die-cut blokjes. Dat zijn paper tags, dus labeltjes. Ja, inderdaad, als adventskalender zou ook nog kunnen, Anneke. Dit zijn labels met leuke borders. Dus dit kan je mooi als basis voor je kaart al gebruiken, voor je creatie. Dus dit is model 1. Oh, het mixed media papier. Het is geen aquarelpapier, zegt Marleen. Dus dit is mixed media papier. Dus voor allerlei technieken geschikt en geen aquarelpapier. Paper tags hebben we dus in dit leuke modelletje. Dit leuke modelletje. En dit leuke modelletje. En er zitten in totaal 21 labels per pakketje. Het is 450 grams. Dus het is ook echt lekker dik. En het is 134 keer 169 millimeter. Dus 13,5 bij 17 centimeter. Zo ongeveer. Dat is dat. En als allerlaatste hebben wij nog iets grappigs. Dat zijn namelijk de, dat is de kerstcollectie van Marleen. Hele gave angels die je dus zelf kan maken. Ook bijvoorbeeld als kerstboomhanger straks ontzettend leuk. En die passen dus weer op deze speciale paperpads van Marleen. Je kan het ook gewoon zelf uit gaan knippen als jij dat liever wilt. Dat kan altijd. Maar ga jij voor het gemak, dan kan je ook voor deze basiskaarten kiezen. Daar kan je
Even kijken. Moet ik even kijken. Deze past hierop. En deze past hier weer op. Hoe exact moet ik ook eventjes... Ja, kijk. Die past daar weer op. Nou, om en nabij. Het is in ieder geval... Het hoort wel bij elkaar. Ik moet even uitvogelen hoe je dat precies stempelt. Maar dat zal zich vanzelf allemaal wijzen. Er zitten verschillende lijfjes bij. Verschillende vleugeltjes bij. Verschillende gezichtjes zitten hierbij. Dus je hebt een setje van 21 van die Angel Flags voor de grote set. En je hebt 21 van die Angel Flags voor de kleine set. En daarbij zit bijvoorbeeld ook een leuke tekst. Oh, Marleen zegt al pas precies, beloof ik. Ja, ik had ook niet anders verwacht hoor. Dus dit is het setje van deze. En die kan je dus zelf heel erg leuk gaan inkleuren. En bijvoorbeeld je eigen kerstboomhangers van gaan maken. Nou, dat was heel veel. En ik heb mijn mandje nu leeg. Het is allemaal overgeheveld naar het andere mandje. Voor vandaag wil ik het hier dus ook even bij laten. En morgenochtend ben ik er dus weer met een live om een keer een 3D-kaartje te gaan maken. Een kerstkaartje. Dus kijk morgenochtend ook weer gezellig met ons mee. Voor nu in ieder geval bedankt weer voor het meekijken. Alvast een hele fijne avond en tot de volgende keer maar weer. Doei doeg!